Begin deze week werd bekend dat er een UFO geland zou zijn. En zelfs de serieuze kranten staan er nu bol van. En ooggetuigen durven er voor de camera over te praten. En allemaal vertellen ze precies hetzelfde verhaal waar geen enkele twijfel in doorklinkt. Een oude vraag. Is er daar nog iets ver weg op andere planeten? Sommigen weten het zeker. Volgens hen komen er regelmatig vreemde wezens naar de aarde. Overdag, zodat je de vreemd gevormde schotels goed kan zien. En soms 's nachts, zodat je alleen de lichten ziet. In Voronezh, een paar honderd kilometer van Moskou, zijn ze heel zeker van hun zaak. Op 27 september om 6:30 's morgens is in dit park een ruimteschip geweest. De Russische media staan er bol van. Ook het officiële persbureau TASS, waar ze niet bepaald als grapjassen bekend staan, meldde het uitgebreid. Een paar jongetjes die ochtend in het park aan het ballen waren, hebben het heel goed gezien. Een van hen kan nog precies de voetstappen van de buitenaardse wezens aanwijzen. Toen het ruimteschip, een glanzende bal, landde, zag hij een paar 3 meter lange wezens naar buiten komen. Glauwe, у него была просто такой бугорок. Вот. Да, вот отсюда, вот, вот так вот. Там было 3 глаза. 2 у него по бокам, 1 в серединке. In de Sovjet-Unie bestaat een commissie voor buitengewone verschijnselen. Die bedacht een methode om te zien of de verhalen onderling wel klopten. Een van de jongetjes die stond te kijken werd door een ruimtereiziger onzichtbaar gemaakt met een soort pistool. Maar toen de UFO weg was, bleek het jongetje weer terug te zijn. Maar waar het knaapje nu is, dat kan niemand zeggen.